Welkom bij een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. Gemeentemuseum in Den Haag en met de bewoners van Eskamp. Mijn naam is Hans Buurman, ik ben adjunct-directeur van het gemeentemuseum en ik heet u op deze regenachtige avond zeer hartelijk welkom. We zullen ervoor zorgen dat, ook al is het buiten nat en vochtig, u straks met een opgewekt gevoel dit museum in gaat verlaten en zult denken, ik kom nog een keertje terug. Want ik hoop dat we u een onvergetelijk leuke en spannende avond kunnen bezorgen met een veelheid aan activiteit. En waarom hebben jullie vanavond dit georganiseerd? Nou, wij zijn een tweetal jaren geleden begonnen met een project waarin wij elk half jaar een stadsdeel in Den Haag adopteren. En in het halve jaar mogen alle inwoners van het stadsdeel die mogen gratis het museum in. Die kunnen gratis workshops en rondleidingen bestellen. En daarnaast organiseren wij ook nog een aantal avondopenstellingen. Speciaal voor inwoners uit dat stadsdeel. Dan laten we bussen rijden, want Eskamp is toch nog wel een kilometer of 6-7 hier vandaan. Laten we bussen rijden vanuit verschillende plaatsen in Eskamp naar het gemeentemuseum toe en weer terug. En dan bieden ze hier een programma aan waarvan wij denken, nou, het is leuk voor die mensen om een keer op die manier kennis te maken met het museum. En wat wij hopen is dat mensen de deur uitgaan en denken van, ik kom nog een keertje terug. Waar bent u vandaan gekomen vandaag? Uit de buurt van de Karsperstraat, Hoogkarsperstraat. Hoogkarsperstraat. En wat is voor u het hoogtepunt in het gemeentemuseum? Nou, die verscheidenheid, hè, van alles wat je ziet. Ik vind het wel imponerend, hoor. Ja. Ja. Wat vindt u het mooiste? Nou, ik heb nog niet alles gezien natuurlijk, hè, maar ik vind die schilderijen wel het mooist. Oké, dus dat is nog een bepaalde schilder die jullie... Nee, ik vind alles mooi. Nou, veel plezier vandaag. En wat vindt u van dit schilderij? Ik vind ze allemaal erg somber. Zaggerijnig. Ja? Ja, ik hou er niet van. U bent hier vandaag met het museum de avond. Wat vindt u ervan? Ik vind het een leuk initiatief, ja. Anders had ik hier niet gekomen, denk ik. En had u er al lang van tevoren naar uitgekeken? Of? Ik had het volgens mij het krantje 2 weken teruggelezen. Dus, en toen heb ik even vandaag nog zo'n penning moeten halen om mee te mogen. Maar... En loopt u nu met een groep met een rondleiding? Of, nee, we lopen samen. U loopt samen? Ja, ik hoef die... commentaar. En heeft u nog iets? Heeft u nog ergens wat voor u het hoogtepunt is? Ik heb nog niet alles gezien, hoor, maar ik hou erg van Willink en zo. Dat vind ik mooi. Ja. Oké, ja. Dat is voor jou. Ja. En Escher, maar die, dan moet ik naar het andere museum. Ja. Daar kom ik wel geregeld. Okay. Daar ben ik echt helemaal weg van. Oké, fijne avond. Dankjewel. Ja. Zo, hoe vind je het hier vandaag? Leuk. Ja? Ja. Wat ben je aan het maken? Jurken. Ja. Dat is naar aanleiding van de jurken die je gezien hebt? Ja. Oké, dus je bent toch wel geïnspireerd? Ja. Wat vond je het mooiste? Daar staat die roze. Een roze jurk? Ja. Nou, veel succes. Ja. Kunt u ons vertellen wat hier vanavond allemaal gebeurt in deze zaal? Ja hoor, dit is het kinderatelier. En alle kinderen die in ons museum op bezoek zijn, die kunnen hier bij ons terecht. En eigenlijk zelf aan de slag om ook mooie kunstwerken te maken. Ja. U begeleidt, u bent zelf kunstenares? Ik ben docent, docent tekenen en begeleider van kinderen. En ik maak zelf ook wel wat, maar ik zou mezelf geen kunstenares noemen. Dat had gekund, dus oké, nou leuk. Ja.
En zijn er nog verschillende dingen die worden gemaakt? Op dit moment zijn er kinderen bezig met aquarelpotloden, met aquarelschilderijen. Er worden collages gemaakt met stof. Er worden papiercollages gemaakt en heel veel kinderen laten zich ook inspireren door de tentoonstelling hiernaast van de koningin die niet kon kiezen. Dus daar hebben ze dan naar gekeken en gaan ze zelf aan de slag om ook zoiets dergelijks op dezelfde manier te kunnen maken inderdaad. En hoe vind je het hier vanavond? Leuk. Wat vind je het leukste? Dat we gaan schilderen. En wat ben je aan het schilderen? Een huis met een zon en met een... Is dat jouw huis? Nou, ik weet nog niet. Weet je nog niet, oké. En dat zijn wolken of vogels? Vogels. Oké, mooi. En de zon, hè? Net als mijn zus. Zus maakt ook zulke zonnen. Net als bij je zus? Oké. Nou, ik wens je een fijne avond. Dank je wel. Vertel eens iets over de Waterflow. Nou, dat is dus een schip waar je kan leren over water. Het is een educatieschip. Het is een beetje een soort museum geworden. Waar je op verschillende interactieve manieren dingen over water kan leren. Je wordt ontvangen door Neptunus. Er is een geluidenspel bij. Als je naar beneden gaat, kom je in het ruim waar je verschillende spelletjes kan doen ook. Er is een duikbootsimulator en er is een laboratorium. Dus er is heel veel te doen hier. Door wie wordt dit georganiseerd? Dit wordt nu vanuit het kenniscentrum III georganiseerd. Dat is een bedrijf en dit valt onder de tak water en samenleving. En wij willen hier aan boord kinderen, basisschoolkinderen ontvangen. En we maken ze hier bewust over water. Dat is waterkracht. Je gaat dadelijk iets demonstreren, geloof ik. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, dus niet alleen de kinderen van de BSO's, van de buitenschoolsopvang komen, maar we hebben ook de kinderen die lid zijn van de Haagse Natuurverkenners uitgenodigd. Die komen hier dan vanmiddag ook op de Waterflow. En als ze hier dan langskomen, dan krijgen ze op hun clubkaart, want onze leden hebben een clubkaart, krijgen ze een stempel. Dus dit is een beetje de organisatie is op dit moment. We hebben ook twee leskisten staan van Natuur- en Milieu-educatie, die natuurlijk ook over water gaan, waar de kinderen dan ook even in mogen kijken. Wonen jullie hier ook aan boord? Als wij lesgeven, we zijn met 3 medewerkers die les kunnen geven aan boord van de Waterflow. En dan worden we vaak ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. En als we dan een week aan boord zitten, dan zitten we van zondagavond tot vrijdagmiddag zitten wij dan aan boord. Ze gaan straks, als ze hier komen, lopen ze het hele schip door. Kunnen ze allerlei proefjes doen en ze kunnen in het waterlaboratorium wat doen. En als ze geweest zijn, dan zijn ze, dit is het eindpunt, dan krijgen ze een stempel op een clubkaart. En wat kunnen ze met die clubkaart doen? De clubkaart is een teken dat ze lid zijn van de Haagse Natuurverkenners. De Haagse Natuurverkenners organiseren 5 speurtochten in het jaar. En als die speurtocht dan gelopen hebben, dan krijgen ze aan het einde ook weer op die bekende clubkaart. Ik zal hem even aan u laten zien. Ja. Kijk, dit is de clubkaart van de Haagse Natuurverkenners. En als ze dan geweest zijn, dan wordt er in een van de vakjes, krijgen ze dan een stempel. En wij sluiten de Haagse Natuurverkenners altijd af met een natuur- en techniekspectakel. En heb je nou meer dan 3 stempels vergaard, dan krijg je een speurdersdiploma. Goedendag passagiers, hier spreekt uw kapitein. Mijn naam is kapitein Jacques Diepwater en ik heet u van harte welkom aan boord van mijn duikboot, de Nautilus. Onderweg naar onze bestemming zullen we langs die bijzondere en mooie plekken komen. Ja, weet ik nou, claustrofobisch. Heel misschien komen onze Neptunus onderweg nog wel tegen. Oh, we zitten al onderweg. Is er nog u een aangename reis? Op dit moment hebben we de afgelopen.
afdaling ingezet. Wisten jullie dat het diepste punt in zee nog dieper is dan de hoogste berg op aarde? Je kan wel tot 11 kilometer diep gaan. Dat is net zoveel als de hoogte van een vliegtuig vliegt. En jullie reizen door heel Nederland? Ja, door heel Nederland. Tot aan de zomervakantie heel veel in Zuid-Holland. Dus we gaan, de volgende bestemming is Delft, we gaan ook nog naar Dordrecht, we gaan ook nog naar Vlaardingen. Dus er zijn heel veel in Zuid-Holland te vinden. De leukste opdracht wat ik hier wel vind is dat de kinderen hier in de duikboot kunnen en dan onder water gaan. Dat heb ik net ook zelf ervaren. Ja, het komt net alsof je echt naar beneden gaat. Ze gaan ook echt de duik, we gaan echt onder water. Ja, klopt. Weet u niet trouwens hoe mijn duikboot onder water kan duiken? Duikboten hebben speciale tanks die gevuld worden met zeewater om ze te laten duiken. Het water kan uit de tanks gepompt worden en weer gevuld worden met lucht. De duikboot wordt dan lichter en stijgt op. Slim bedacht, hè, door de uitvinders. Wisten jullie dat de eerste duikboot door een Nederlander is bedacht, meer dan 400 jaar geleden al? Zo, jullie zijn in de duikboot geweest. Hoe vonden jullie dat? Leuk. Wat vond je het leukste? Het leek wel echt. En ze hebben er lang in gezeten? Niet super lang, maar ik vond het wel heel erg leuk. Wat vond je leuk aan de duikboot? Dat die ging trillen. Ja, ja, zeker. Dus, wil je er straks nog een keer? Nee. Het is al de tweede keer dat hij er is. Oh, het is al de tweede keer? Ja. Oké, nou, dankjewel. Fijne dag. Waarvoor zijn die zakjes? Nou, die gaan we om de handen doen. En dit is plastic. En als het goed, ja, we moeten het natuurlijk nog niet helemaal verklappen. Jullie hebben al gewoon zakjes. Dus er moet als het goed is wat gebeuren. Als je plastic helemaal dicht om je hand doet. Oh, oké. Eentje en hand is genoeg, hoor. Want dan moeten we even 10 minuten om blijven zitten. Ja. En hoe ben jij zo hier terecht gekomen? Nou, ik ben zelf marinebioloog eigenlijk. Maar ik had meer interesse in educatie. Ik ben ook biologiedocenten nu. En zodoende dat ik een keer zag dat het schip hier was. En dat leek me zo leuk om kinderen gewoon bewust te maken over water. Dat ik hier gesolliciteerd heb en ben aangenomen gelukkig. Nou, dan gaan we maar. Hier hebben we nu 2 kleuren over en hier is er 1 kleur over. Wat is bij jullie het sterkst gebruikte spul? Oh ja. Zuur, zeep of schoon? Schoon, want het is blauw. Nee. Zeep, hè? Ja, dat is goed, zeep. Nou. En bij die, wat is daar het sterkst in? Zeg het maar. Oh, zuur, ja.